begin de dag dan met vaak een smoothie met wat fruit en havermout. Want dat vind ik wel een goede bodem om mee te beginnen. Probeer gezond te eten door zoveel mogelijk vers te koken. Ik maak vaak gebruik van verse producten en eigenlijk zo min mogelijk pakjes en zakjes. Dus omdat er eigenlijk allemaal onnodige stoffen in zitten die je niet nodig hebt. Uiteindelijk is het ook helemaal niet zo moeilijk om zelf dingen te maken, zoals een lekkere pastasaus of een tacosaus. Het is eigenlijk heel simpel. Ik eet wel vaak op een dag. Dat vind ik heel belangrijk. Gewoon vaker wat kleinere porties. Dus dan rond 1 uur of 10 neem ik een gezond tussendoortje. En dan om 12 uur een lunch. Om 3 uur weer een tussendoortje. En dan om 6, 7 uur een gevarieerde avondmaaltijd. Zoveel mogelijk vers te koken en zo min mogelijk gebruik te maken van pakjes en zakjes. Gewoon gebruik maken van verse producten. Eten wat goed voor je is, maar ook eten waar je blij van wordt.